Hey kijkers van Gonzo Games, welkom bij een nieuwe DHD Survival. Ja, we zijn vandaag in een. Ja, waar zijn we vandaag? We zijn in de Mineshift. Ik ben gisteren met game druk bezig geweest met minen. En ik heb wat dingen gemined en dat soort dingen, je weet het wel. En toen kwam ik in één keer spontaan. Ik dacht in één keer van nou, ik ga stappen. Ik vind het goed. En toen kwam ik in de Mineshift tegen. En in die Mineshift heb ik al verschillende dingen natuurlijk gevonden. Ik heb ondertussen heb ik iron gevonden, maar dat laat weet je wat. Ik laat dat jullie straks in kan allemaal even zien. Ik ga nou in ieder geval even verder minen. We gaan verder exploren. Ik heb nog niet alles gehad. Ik moet nou volgens mij die kant op, dus we gaan even kijken. Ik heb in ieder geval goede pickaxe bij me. Dan zie ik hier in ieder geval gelijk al weapons. Dan ga ik even mijn muziek even wat zachter zetten, want anders klinkt dit zo vreemd. Misschien pak ik die weg. Zo. Ja, voordeel weer van een Fortune pickaxe. Je krijgt er altijd meer van. Even kijken, hier zijn we volgens mij nog niet geweest. Nee, treinrails zie ik. Ja, ik haal alle treinrails weg. Het is altijd makkelijk om zelf te gebruiken. Hè. Dus we nemen mooi alles mee. Zo. Ja, dat nemen we mee. Misschien daar ben ik zoals nog geweest. Ik ben ook een stukje rails vergeten. Even kijken. Hey, zit hier bovenop wat? Maar wel. Even kijken. Hey! Daar heb ik hem dus ook al heel veel van. En bot gevonden. Maar dat is alleen maar beter. Kijk, en dan kom je spontaan weer in een andere kamer terecht. Nou, zoals je ziet heb ik weer een minimap. Ideaal natuurlijk voor het survival en zo. Ik heb ook weer. Ja, Optifine. Gelukkig wel weer. Hij was eindelijk uit. Tenminste, wat beter FPS. En het is gewoon ideaal, zo te zeggen. Dus, maar we gaan gezellig verder mijnen. Ik ben ondertussen ben ik boven ook al bezig geweest met de kisten en zo in te delen. Ik heb eigenlijk zo van alles gedaan. Mijn volgende doelstelling is dat ik ik wil eigenlijk een soort restaurant gaan maken. Bijvoorbeeld. Maar ja, ik had geen dia meer. Ik had eigenlijk bijna geen resource meer. Ik had zoiets van, what the fuck, ik ga gewoon even lekker minen. Dus ik dacht wel lekker een dagje minen. Ik neem jullie nou gezellig mee om mee te minen. Even kijken hoor. Nou, waar hieronder zit volgens mij ook nog wat. Nou, dat is heel vreemd gemaakt, maar ik denk dat we hier even onder gaan. Zie je wat hieronder zit. En, hallo. Die kant kunnen we in ieder geval niet op. Geen verstopte die of zo. Nee, helemaal niks. Even kijken. Nou, dan pakken we die. Nou, dan sluiten we dat even af. Anders zit ook zo irritant natuurlijk. Even kijken. Deze mineshaft, die is echt zo groot, hè. Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd nog nooit zo'n grote mineshaft gezien. En dan is de keuzes, gaan we die kant op, weet je wat, ik zie daar allemaal rails, ik geef deze kant op. Kool. Kool. Oh, daar heb ik ook niet genoeg van. Daar heb ik ook heel veel van gemijnd ondertussen. Ik denk dat jullie dat straks nog even laten zien, wat ik allemaal gemijnd heb ondertussen. Even kijken. Kool. Had ik bijna ook niet meer. Nou, die treinrails wil ik straks gewoon gebruiken, want ik heb ondertussen ook een skeleton farm, of skeleton spawner gevonden. Ik heb een zombie spawner gevonden, dus daar wil ik als allemaal rails naartoe liggen. Ideaal. Helemaal voor het XP farm. Ja, er zit wel een ender farm in deze server, maar ja, je eigen XP farm is altijd makkelijk. En natuurlijk ook voor de items is het ideaal. Want soms is het nog wel eens druk bij de ender farm. Even kijken. Allemaal kool. Meer kool. Kool. Cool man. Allemaal kool. Allemaal kool. Kijk, wat zit hierboven? Hierboven nog geweest? Ja, wat is een trap? Oh, volgens mij. Ja, hier ben ik al geweest. Zo, nemen we die ook mee. De rest van de treinrails zijn mee. Tja, anders moet je het zo weer maken. Dat kost weer iron. Dat kost weer echt van alles. En ja. Now it's free. Free to use and free to take. Ja, ik heb hier ergens een basisje gemaakt. Ik had er twee eigenlijk. Maar daar heb ik net even één van gemaakt. Want ja, anders is het ook zo irritant. Nou, soms kom je een betere plek tegen. Zoals wat ik laatst tegenkwam in die mineshaft. Maar wat ik al zei. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n grote mineshaft gezien als waar ik nou zit. Ja, omdat het is een nieuwe map, dus alles is nog niet gepakt en noem maar op. Dus dat vind ik echt ideaal. Dan heb ik zoiets van nou maar pakken. Dan kan ik straks lekker in één klap doorbouwen. Ik heb echt zoveel dingen wat ik maak. Ik wil echt nog een automatische cookfarm maken met koeien of zo. Of met kip. Ik heb zoveel plannen wat ik wil uitvoeren. En ja, lijkt het jullie trouwens dat succes aan te denken? Ik ga ze een XP farm maken. Lijkt het jullie tof dat ik daar een tutorial van ga maken? Ik ondertussen noem ik het gewoon DHD survival dinges, maar dan ga ik ondertussen in die deel ga ik gewoon een XP farm maken. Dat leek me wel eens een keer tof. Dan kunnen jullie kijken van hoe ik er een maak en ja, hoe je er zelf een kan maken.
Dit zijn jullie de keuze, zeg het maar. Jullie zijn de kijkers, jullie mogen kijken, jullie mogen bedenken. Bring it to me. Kijk, dat is ook ideaal. Heb je iron, dan heb je gelijk weer gold. Het is trouwens ook nog een doelstelling voor mij om villages te krijgen. Ik wil er sowieso nog villages, ideaal voor de trade en zo. Ja, dan moet je toch wel even een zombie tegenkomen, want de normale villages, of ze zijn uitgemold, of je komt ze niet meer tegen. Of ze schrijven ze gewoon fucking ver. Ze moeten ze eigenlijk zo maken dat je gewoon lead kan gebruiken. Dat zou veel makkelijker zijn natuurlijk. Even kijken, zo. Zo. Nog meer rails. Nog meer rails. Even kijken. Hallo? Ik hoor wat. Even kijken. Die kant kom ik vanaf nou toch? Ja, er zijn toortjes. Toen ging ik deze kant op. Het is soms altijd een afvraag waarom ik langs. Hier stond volgens mij niks, dacht ik. Nou, maar genoeg. Hé, hey, daar kan ik ook nog omhoog. Wat zit daar? Hallo? Wie zit hier? Oh, dat is de centrale kamer weer. Haha, meer iron. Ik denk dat ik ondertussen ook al heel wat stacks iron heb. Maar ik is ook alweer mee vooruit. Ja, het kan nooit kwijt, want ik heb ze straks namelijk nodig voor de hoppers en zo. Ik ga eerst hierin kijken voordat ik verder ga. Even wat kool hakken. Kijken. Ah, oh, kan nog wat bij. Cool, kan nooit wat. Ja, ik maak er overal blokken van. Dat vind ik wel ideaal trouwens voor die update van 1.7, dat je gewoon bloks ervan kan maken. Dat is gewoon echt ideaal. Lava, daar moet ik omdenken. Als je in de fik te vliegen. Dus zo, gok ik, ben ik hier al geweest? Ja, hier ben ik al geweest. Dus dan gaan we die kant op. Ja, zoals jullie zien, ik heb gewoon een Breaking 3, Fortune 3, Efficiency 4. Breaking 3, Efficiency 4, Silk Touch. En ik heb het even voor dat vergeet. Ik heb trouwens ook 3 Wither Skills. Dus ik ga binnenkort ook een Wither spawnen, zodat we een beacon in de stad kunnen hebben. Ja, willen jullie dat ook zien, dat we even iets zeggen in Wither doen? Ja, ik ga er gewoon in, iets van maken dat we makkelijk kunnen killen natuurlijk. Want ja, zo'n Wither is namelijk wel erg sterk. Ja, je kan hem wel verslaan, maar ja, als het makkelijk kan, waarom zou je het dan moeilijk doen? Dat zeg ik altijd. Dus even kijken. Ja, het is ook hartstikke druk weer op een server. Het is hier trouwens altijd druk. En ja, lijkt het ook tof dat je wilt joinen, zeg maar. Join even, kopen in een whitelist. Bij de 150 subs heb ik al gezegd, ga ik een invite weggeven. Die als ik 150 heb, een week later ga ik hem weggeven. Om zo te zeggen. Dus dan kan je ook kans maken om op deze server te komen. Het is een toffe server. Leuk om te joinen. Altijd veel mensen online. Behulpzame admins. Behulpzame... support is er. Bots zijn bijna niet online. Weinig eigenlijk. Om zo te zeggen. Dus ja, ik ga... Mijn doelstelling is eigenlijk bij elke 50 subs die ik erbij krijg. Ga ik een invite weggeven voor DSD server. Dus bij 150. Bij de 200. 250. Bij de 200 komt er niet alleen... Een invite weg voor de D&D server, maar ik ga er waarschijnlijk nog iets speciaals voor doen. Maar ja, dat zien jullie wel als wij de 200 halen. We hebben nou eerst de 150 bijna gehaald, dus dat vind ik echt top. Ja, jullie zijn echt top mensen, echt. Ik vind het heel leuk om deze video's te maken en te delen met jullie. En zullen zien vinden jullie de video's ook leuk. Ik krijg altijd veel goede reacties en daar doe ik het voor. Ja, daar doe ik het voor. Dat doe ik voor mijn plezier, want ik vind het tof om video's te maken. Dat even kijken. Nou, meer kool. Jullie zien mij alleen maar kool hakken eigenlijk. Nou, weet je wat ik even ga doen? Ik ga nog even verder door deze tunnel heen scoopen, denk ik. En dan heb ik nog, eigenlijk, ik heb ergens nog wat gevonden, volgens mij, denk ik. Of hier niks meer gevonden. Hey! Laat maar raden. Ben ik wel geweest. Ja, ik ga even terug naar mijn minebase. Want ik heb hier voor mij ondertussen alles gehad. Even kijken, ja, dan gaan we hier langs. En dan gaan we daar weer even langs. Ja, het is wel even gezellig, even minen. Kom op, het is ook survival, dus er hoort ook minen bij. Alles kan je wel, anders kan je altijd wel filmen. Ja, dit heb ik gebouwd, dat gebouwd, maar ik denk, ik ga dit keer voor jullie speciaal in minen. Maar ik heb het ook speciaal voor mezelf gedaan, natuurlijk. Nou, dit is mijn minebasis, dat zie je ook wel. Gonzalios, een minebase. Nou, laat ik even kijken wat ik, hier staan allemaal overs. Dus kun je wat spullen in de overs gooien. Dan haal ik die er gelijk even uit. Sinds goed, dus heb ik hier nog wat. Gold. Voor de rest is er nog wel wat in, of niet? Nee. Oké, ga ik eerst even laten zien. Kijk, ik heb al aardig wat rails. En daar komt er nou weer meer bij. Dit is mijn oorkistje, dus zie maar wat ik allemaal heb. Oh, ja, dat is aardig wat. Ik heb ondertussen, is er ook wel wat teruggegaan trouwens. Ik heb al wat dingen gestoord in de storage room. Van wat ik hier gemined heb. Dus dit is niet alles. Ik denk dat ik ongeveer iets van, nou, wat zou ik zeggen. 12?
dat die stacks iron heb gemijnd. En ik denk ongeveer 40 dia. En dan ook nog een extra stack gold erbij. Dus aardig wat. Daar ben ik wel blij mee. Nou, ik had maar het kool erin. Hup, dat doen we aan de keer wel even. Om weer bloks te maken. Ja, hier heb ik de bloks namelijk. Ik heb ondertussen saddles gevonden. Ik heb name tags gevonden. Ik heb een music disc gevonden. Eigenlijk van alles. Nou, kool er nog een beetje in. Hup. Die nog beetje in. En dan gaan we nog even verder kijken. Want volgens mij was er ook ergens nog een leuke grot. Waar ik nog even naartoe wil. En dit heb ik voor de rommel. Moet ik alleen even denken waar die ook weer zat. Ja. Wat zit hieronder dan? Nou, hier ben ik net geweest, ja. Even denken. Had ik niet ergens nog een leuk grotje of zo staan? Ja. Volgens mij wel, want volgens mij moest ik dan hier naar beneden. En dan hier ergens naar rechts of zo. Daar ben ik al geweest, daar ben ik al geweest. Bovenop ben ik al geweest. Ik ben het even kwijt, jongens. Hé, hey, ik zie eronder nog wel rails liggen, dus. Hey, nog een plekje. Maar verder zal er niet veel wezen, ga ik vanuit. Nou, weet je wat ik heb gehoord, mensen? Ik kom zo bij jullie terug, want ik ben even het grotje kwijt waar ik nog naartoe wou. En ja, oh, wacht even. Ik zeg nog even, maar... Nee, hier is niks. Of hier moet daar toevallig wezen. Ik denk het zelf niet. Nee, nou weet je wat ik doe, mensen? Ik kom zo bij jullie terug. Ik zeg, tot zo! En mensen, welkom back. Ja, ik heb het kleine grotje, ik weet niet wat het is. Ik vond dit in ieder geval, dus ik denk van, ja, moet het zo lang wachten, dan moet ik zo wel lopen. Ik denk van, ik begin wel weer als ik er ben. Dus we gaan nou lekker verder. Even kijken, we hebben hier weer gold. I love gold. I'm a very friend of gold. Yes, I love gold. Oeh. Ja, dat zeg ik wel. Er zit wel fucking veel emerald in deze. Kijk, kijk. Oh, kreeg ik 3 van. Netjes. Gold, heb ik. Wat zit daar nog een torch? Is dat water? Zullen we weg doen? Dat is een beetje irritant. Zo. Of. Wat. Oh. Ah, jongens, kom op. God damn it, Leroy. Even kijken. Zo dan. Hup. Hé, hey, meer gold. Iron zie ik. Voor mij is dit wel een interessante grotje. Ik zie dat lava en meestal wat lava is. Er zit heel vaak. Ja. Moet ik even kijken. Hoor. Kan ik hier genoeg wegstrippen? Dus dan haal ik eens dit wel in weg. Even kijken. Zo, ideaal. Kijk, meer gold. Redstone, omdenken, want hieronder zit lava. Als ik het goed zag. Dat zei ik al. Wat kan ik doen? Dan bakken we even een bucket water. En wat doen we met een bucket water? Dat doen we zo. Hup. Altijd tijdens het mijnen neem altijd een bucket water mee. Ideaal. En vergeet ook nooit hout mee te nemen. Voor de eventueel toortjes zelfs op zijn. Er zitten ook nog wat toortjes trouwens. Ja, jongens, ik heb zat toortjes bij me. Kijk, daar kan ik ook nog naartoe. Damn you. Okay. Kijk, hé. Ah, fucking hell. Er zit daar natuurlijk nog een ding. Yep, doen we even zo. Ah, wat doe ik nou? Oh, ik zou het zeggen. Even kijken. Dan minen we dit nog even weg. Want ik wil weer omhoog, alsjeblieft. Dankjewel. Zo. We minen alles mee, want we kunnen alles altijd gebruiken. Voordat het straks op is, dat je denkt van, goh, hak het toch maar gemijnd. Voel ik dan nog wat? Nee. Zal mijn verbeelding zijn. Ik kan die kant op en ik kan die kant op. Weet je wat, ik ga eens deze kant op, want dit lijkt, ziet er veel groter uit. Ik zag hier boven wat nog ergens iron, dacht ik toch. Daar is het iron. Weet je wat, dat doe ik wel een andere keer. Ik ga eens even verder explore. En zo te zien is mijn pickaxe ook weer bijna kapot, dus die moet ik weer repareren. Weet je wat, ik ga volgende keer neem ik jullie wel eens even mee naar de Enderfarm. Laat ik hier wel eens even zien hoe die eruit ziet. Oké, caps, die wordt gekikt dus. Is dat grappig. Even kijken. Mensje. Even kijken, hebben we nog wat kobbel? We hebben nog kobbel. We halen het water even aan de kant. En dan doen we daar... Even kijken, daar nog even weg. Ja, ik denk deze kan maar opgaan, want ja, anders kan ik toch geen kant op. Iron, kijk.
nu iron mee. Er zit echt fucking veel iron. Echt. Ik heb echt mazzel dat hier weer allemaal iron. Gewoon, ik heb een goede plekje met allemaal resources. Daar ben ik echt zo blij mee. Zo, ik hoop dat even weg. Dit nemen we mee. Ideaal. Zo. Die nemen we mee. Oké. Ja, dan is het weer donker. Dan zie ik weer niks. En geen nacht kijken. Zo, ondertussen ben ik level 35. Dus ik moet sowieso straks weer gaan enchanten en zo. Ja, er is nog zoveel te beleven in deze grot. En ja, dan is het een beetje zonder om dan weg te gaan. Hè? En ik heb toch mijn minebase. Daar ga ik binnenkort denk ik ook maar eens even rails naartoe leggen. Want er valt hier nog zoveel te zien. Ik ben er wel blij mee. Echt waar. Alleen ja, nog steeds in deze aflevering nog steeds een dia tegengekomen. Dat is best wel jammer. Dat is ook wel weer leuk geweest. Heb ik van alles gevonden. Emerald, iron, coal. Noem maar op. En dan geen dia. Too bad. Maar ja, wat doe je dan? Helemaal niks natuurlijk. Hè? Pakken we even een steentje. Een steintje. Gooi we dat water even dicht. Even zien wat hier nou allemaal zit. Oké. Hetzelfde weer. Een verrassing. Wat vinden we vandaag? Even kijken. Oh, nice. Jongens, moet je kijken, man. Weer een gigantisch grote. Redstone. Ja, ik wil redstone machines maken. Dus dat wordt ideaal. Met al die redstone. Die heb ik nodig. Die heb ik nodig. Ik kan alles wel gebruiken. Ciao, ideaal. Even kijken. Dan gaan we dit nog allemaal minen. Oh, mensje. Wat een spulletjes allemaal. Ah, hier ook van alles zit hier, man. Moet je kijken, hé. Hier ben ik geweest, zo te zien, een keer. Hier staan allemaal toortjes. Langs uit, we nemen dit nog even mee. Hey, vind je dat normaal of zo? Hey! Godverdomme. Daar jij. Quick shot. Damn you, bitch. Zo, neem dit allemaal mee. Ach, mensen, weet je wat ik nog even doe? Ik ga dit nog even minen. En dan laat ik jullie straks de bovenkant nog even zien van hoe de storage room eruit ziet. Dus ik zie jullie straks natuurlijk weer terug. Ik zeg tot zo. And welcome back again. Ja, ik ben nou voor mijn huisje. Ik denk van, ik heb allemaal spulletjes, tenminste wat spulletjes meegenomen. Ik heb de rest al wat in de kisten gedaan. En ik denk van, ik laat jullie gelijk mijn huisje even zien. Hij is af. Dus nou ja, ik moet nog wat decoraties eromheen, maar dat komt allemaal nog wel. Want dat moet allemaal nog verzameld worden. Dus ja, zo ziet het er nou toe van de buitenkant uit. Ik ga nog. Oké, ik zie er iemand durpen. Joey, wat doe jij hier? Ik dacht dat ik koffie moet komen drinken. Oh, koffie komen drinken. Oh, nou, dat kan, zeker. Je denkt dat de viering van mijn nieuwe huisje even, die ik af heb gemaakt. Nou ja, af. Wat ik al zei tegen de kijkers, die nog niet helemaal af. Maar ik ga ze even een rondleiding geven. Ga je mee? Ik ga mee. Okay. Nou, dit is de eerste kamer, dit is het eten, de keuken, blablabla. Dan gaan we straks wel eens het einde, wat ik naartoe ga. Dit is de master bedroom. Mijn slaapkamertje. Oh, met een balkonnetje. Ja, met een balkonnetje waar ik mooi uitzicht heb. Wat straks over alle gebouwen wat hier nog komt. Dus dat komt allemaal nog. En dan hierboven is mijn zolder. Waar ik allemaal mijn spulletjes en zo, de belangrijkste spulletjes allemaal in doen. Oh. Dan ja. En dan heb ik nog een balkonnetje. Jazeker, ik heb nog een balkonnetje. Dit wordt ook nog zo. Ja, wat ik hiermee doe, dat weet ik nog niet. Ik denk ook een soort met. Badkamer. Ja, badkamer. Ja, badkamer kan. Of misschien een kleine privé brewery room of zoiets. Dat kan ook allemaal nog. Maar ja, ik doe ook allemaal op pad daar, hè, daar beneden. Kijk, daar zit het. Daar staat. De deur wordt niet open. Oké. Nee, weet ik. Kan ik alleen maar doen. Ik heb de sleutel. Ja. Nou, dat was iets wel een beetje. Maar ja, ik wil even naar de storage room en sowieso. Dus we gaan even via de kelder. Ja, de kelder, mensen. Dit is mijn kelder. En wat zit hier? Gaat u maar voor, want anders kunt u er straks niet uit. Oké. Dan gaan we naar beneden. Yep. En dan doe ik die dicht. Voor de onverwacht bezoek. En dit heb ik helemaal even naar uitgegraven. Want het is wel makkelijker naar de storage room namelijk. Vind ik persoonlijk. Tje. En daar is de storage room. Zo, ga even kijken. Hé, hey, dat is onze huisvarken weer.
Kijk, het is mijn bedoeling eigenlijk nog om hierheen maar overal, tenminste bij de meeste borden, net als dit, dan hoef je crafting tables neer te zetten. Weet je wel, als je bijvoorbeeld losse redstone hebt, dat je even gewoon alleen naar beneden hoeft te klikken en alles in de dozen kan doen. Ik ga gelijk even wat spullen in het op. Nou ja, hier heb ik alle voer. Hier staat alle eten wel een beetje. En waar zit de nether ward? Nether ward, dat zit in deze. Alleen, ik moet je Jerry even vragen of je even online komt, want een van zijn chests staan hier en die is gelokt. En hetzelfde is met furnace voor jou. Die furnace, die heb jij volgens mij neergezet, deze. Die moet even weg. Dat is gluren. Ja, die is volgens mij voor jou, denk ik. En die moet hij zijn weg. Nou, ik ga even gelijk even de rails even neer. Kijk, ik had al aardig wat rails namelijk al verzameld. Dus die plaatsen we hier allemaal even in. Dan heb ik hier bootjes. Daar komen dus ook de minecarts in. Die plaatsen we allemaal mooi bij elkaar. En dan, kijk, voor iron moet ik eigenlijk ook nog een speciale dingen hebben. Dus, weet je wat, die doe ik gewoon hierin. Hier komt iron in. Zo. Even kijken, en dan heb ik alles goed. Huh? Oh, die geef jij net aan mij zeker? Ja. Oké, okay. Dacht al. Dan gaan we hier nog even kijken. Hebben we hier nog de kool, dus ik klap hier nog wat meer kool in. Dan hebben we hier de lapis. Lapis? Daar hebben we de lapis. Lapis. Zo, wat blokjes. Zo, klap dit nog weer in. Ja, ik wil voor mij nog heel wat van die chest unlocken voor jou, of niet? Ja, op zich wel. Nou, dat dacht ik al. Dan heb ik ook nog buckets. Even kijken, waar heb ik buckets? Oh, dit is een goed privé momentje, ouwe. Ik zou hier ergens buckets of zo neerzetten, denk ik, of daar. Ik weet niet wat ik de buckets mee heb. Jongen, het is wat. Hey, nou, ik heb een ultiem, ja, privé momentje. Is het zo? Ik ga puffer. Ik ben puffer. Puffer. Nou, gefeliciteerd, u heeft een ei gekregen. Jotten. Even denken, oh ja, hier heb ik de buckets. Oh, ik was in de buurt. En ik heb ook zo zien ook nog een iron pickaxe, dus die doe ik even in de dingen met de tools. Dat is deze namelijk. Met het schaartje. Zo. Nou ja, zoals jullie zien mensen, ik heb alles al een beetje ingedeeld, met een duur wordt dit allemaal automatisch. Maar ja, we willen gewoon eerst even wat resources en zo verzamelen en wat dingen bouwen. Mijn volgende doel is denk ik toch een restaurant of zo bouwen. Dat vind ik wel gaaf, met alles automatisch is en zo. Ja. Dit heb ik even gegraven, dit wordt straks ietsjes groter dit hoekje namelijk. Want hier wil ik proberen villages in te krijgen, dat we dat aan kunnen traden en zo. Dus er valt nog van alles te doen. Ja, wat ik zei, hier komen nog allemaal crafting tables, komt nog wat verlichting en zo bij. Het wordt nog allemaal versierd. Hierboven. Hebben we, oh jawel, we hebben een staat, ja, er staat nergens. Ik heb het wat uitgebreid trouwens, ik heb hier nou de kisten neergezet en ik heb hier de boeken neergezet. Dus hier komen alle, hier staan de boeken. Daar zitten alle poisons en zo komen hierin. Hier doen we gewoon alle, hoe heet dat? Alle bereidingswaren en dat soort dingen wat we nodig hebben. Alle brewing shit. Ja, en ik denk zelf heb ik hierover nagedacht. Ja, ik weet niet wat ik hier moet bouwen. Ja, soorten met furnaces of zo, maar dat is ook zo. Zo. En ik heb ook al over nagedacht om dan hier misschien, weet je wel, van die automatische dingen neer te zetten. Maar ja, ik weet nog steeds niet. Beste kijkers, help eens even. Wat moet ik hier neerzetten? Ik weet het nog steeds niet. Een standbeeld van mij. Ja, dat is ook niks. Nou ja. Hey mensen, ik bedank jullie weer voor het kijken. Vergeet niet het blauwe duimpje. Vergeet ook niet te abonneren op Joey van The Silver Games. Nieuw kanaal. Oh ja, nieuw kanaal. Ga je met die andere stoppen dan? Ben ik nog niet zo over uit, man. Ik denk het op zich. Maar ja, we zullen het nog even zien. Ik kijk nog een weekje aan. Oké, wat is jouw nieuwe kanaal? Vertel maar eens even. Nieuw kanaal is Blob Games. B-L-O-B-G-A-M-E-Z op het eind. Blob. Nou ja, de meeste mensen denken qua mijn leeftijd, denk die weten wel wie Blob is. Blob van de... Wat? Nou ja, zeg maar, wie is Blob? De Blob. Blob is een vis. Nou ja, het is een vis, maar Blob is ook van de X-Men. Dat is zo'n dikke grote papzak. Oh, dat ja. Dat is een hele dikke papzak is dat. Ja, je hebt er ook wel films van X-Men of van Wolverine gehad, daar kwam hier ook in voor. Maar dat is Blob. Ja, genoeg geluld. Mensen, bedankt voor het kijken en abonneer even op Blob Games. Link staat hieronder in de beschrijving. En we zien jullie de volgende keer. En ik zeg later. Later.